alsjeblieft. U mag morgen kiezen wat we met uw belastinggeld doen. Dat zou ik wel eens willen weten, ja. Ja, kijk, wij zijn van Stadsinitiatief Rotterdam. Wij vinden niet dat uw geld naar een nieuw voetbalstadion moet. Klopt. Dat vinden we belachelijk. Als ik het allemaal lees, word ik zo kwaad. Ik ben natuurlijk 80 jaar, hè? Dus ik heb alles van vroeger meegemaakt. En er is niks meer van over. Dus ruzie, ellende. Wat vindt u het ergste? Het ergste vind ik zogenaamde integratie. Mag je weten van mij, ik vind het ergste. Dat niet gelukt is. De identiteit is weg van Rotterdam, van Nederland. Althans, hier in deze regio is weg. En wat vindt u van dit onderwerp? Dat heb ik net gezien. Dat er een paar ze zijn van plan minimaal 135 miljoen in een nieuw stadion te stoppen. Wij zijn van Stadsinitiatief. We vinden dat wat een heel slechte ding. Wat markeert er aan het stadion? Ja, ik kwam er als kind zijn al. Het is nog precies hetzelfde. Vroeger ging ik er naartoe, was Speedway. Zonder Speedway. Prachtig. Prachtig. Allemaal weg. Maar vind jij dat nodig, die 135 miljoen? Ik vind het belachelijk. Ze beloven van alles. Opgift van armoede, zorg enzovoort. En werkgelegenheid. Ondertussen stoppen ze uw geld gewoon in de commercieel voetbalzaal. Dit is goed. Ja, dus hier zetten wij op een rij wat je dan ook mee kan. Hier zit u op een rij, de andere kant. Dit zijn de partijen, vergeet het niet, hè. Leefbaar, PvdA, D60, VVD. Komen we even doorgaan, zijn allemaal voor belastinggeld in een nieuw voetbalstadion. Leefbaar ook? Leefbaar ook, ze zijn knettergek geworden. Ik val me helemaal tegen van onze jongen. Ik had er altijd een hoge hoed van op. Het heeft onverdeelde aandacht. U gaat naar de markt? Ik ga, mijn vrouw blijft thuis, dus ik ga even een rondje maken. Wat lekkers meenemen voor uw vrouw, toch? Neem ik hem overwegen. Oké.